Hallo kerstfeer van YouTube, ik ben Mark en vandaag weer met Hartstikke Fijn Gevierde Vallen. Ik ben hier gebleven en we zijn nog steeds bezig om Italië en Frankrijk een beetje kapot te krijgen. Ik zit er ook even op te kijken. Oh ja, we hebben Nederland ook als onze ally in ieder geval, dus dat is ook wel heel top. Oh, onze ding is ook wel redelijk hoog, al 100% bar support. Nou, dat is wel helemaal top. Limited. Ik zet hem gewoon op closed economy. Oh ja, Sovjet-Unie heeft natuurlijk ook nog oorlog ermee. Dat is helemaal top. Kijk, waar heb ik jullie staan? Ik ga toch nog maar weer een extra... Oeh, jij hebt behoorlijk wat levels. Oké, dan doe ik jou gewoon. En dan specialiseer ik jou gewoon op de Nederlandse grens met België. Dan wil ik gewoon dat jij deze kant op gaat. Het zou vast niet lukken, maar... Een beetje support wat ik kan krijgen is altijd top. Even zien. 19 december 1943. Oh, dat doen we wel even. Zo, nu ben ik echt self-sustaining. Dat scheelt me weer trades en dat scheelt me ook weer dingen om te doen. Oh ja, we zijn hier natuurlijk een fortlinie aan het maken. We zitten eigenlijk met onze airsport. Oké, dat is behoorlijk veel. Nee. Sure. Battle of Britain. Okay. Ik wil niet zeggen dat het heel positief gaat, maar in Italië gaat het op zich wel redelijk. Joh, gewoon proberen. Zit eigenlijk met... Oh, we hebben al vijf... Of nog 45 poten, laat ik maar zeggen. Echt, de allies hebben met de... faction van Italië oorlog. Wij hebben met de... Italiaanse oorlog. En we hebben met de allies. Ze is eigenlijk gewoon van drie kanten.
Okay, wanneer die zijn gedeployed, zet ik ze toch weer wat lager neer. Dat doe ik ook voor hun. Eigenlijk moeten we eerst als equipment even wat verhogen, want we hebben volgens mij behoorlijk weinig. Vooral bij onze tankdivisies. Ik denk dat het daar ook wel te maken mee heeft. Oh, hun hebben ook oorlog. Ah. Oh, wat nou ja. Oh, de United States, tuurlijk. Russian menace, ja, bedankt. Zolang niet genoeg, alsof hun het niet alleen aankonden. Ze hadden nu nog behoorlijk hard vol. Ik denk dat dit wel even eerst verstandig is om te hebben. Fortline kan daarna nog wel. Oké. Ook nog even van die kringen neergooien. Ja, dat gaat helpen. Dat gaat heel hard helpen. Dat hebben natuurlijk ook nu in de commentaren zitten. En die hebben natuurlijk ook oorlog met allies. Kunnen ze via deze kant gaan helpen. Dat is wel handig. Ze gaan misschien ook wel een beetje gaan helpen in Afrika. Ik zeg misschien. Daar hebben we ook natuurlijk nog Bridge of Roars en zo. In dit gebied. En dan hebben we hier natuurlijk nog een beetje, maar dan kan Japan al wel een beetje helpen. Ook oorlog met de Comintern toevallig? Nee, dat niet. Air Support Mission. Die. Formation Flying. Kan behoorlijk heel goed uitpakken. Kan behoorlijk goed uitpakken. Laat. Het zal wel betekenen dat ze wel minder troepen kunnen gebruiken op verschillende plekken. We zijn nu gewoon even onze equipment eventjes aan het regelen. Met de reinforcements en de upgrades, dat is de hoogste prioriteit. Daar komen de divisies zelf al weer. Dan gaat het Syrische Frankrijk gaat er ook aan. Ja. Dus dat betekent nu ook dat de Sovjet-Unie... Oh, fuck. Ja, jullie hebben natuurlijk ook oorlog met hun dan. Ik denk niet dat jullie gaan rennen met 37 divisies. Gaan jullie echt niet rennen.
Och, Afghanistan die helpt ook nog eventjes mee. Dat jij nog als enige in de 7-pack zit. Ik gewoon even wat betere relaties maken met jou. Want Afghanistan en Iran die hebben nu dus ook oorlog met de allies. Als de 7-pack of Turkije ons kan helpen, dat zou wel fijn zijn. Kijk, hoeveel divisies hebben hun nou eigenlijk? Maximaal 63, maar hun hebben wel een hele hoge manpower pool. Dus op zich. Fall of Cairo, zag ik dat nou goed? Ah, we hebben een nieuwe ding. Dan gaan we deze gewoon eventjes regelen. Volgens mij begint er een beetje een doorbraak. Oh, de bed is kapot. Ja, dat Chinese jongen dan uit het front, dat is behoorlijk groot zo te zien. Italië dan. Ja, dan hebben ze ook sowieso wel de oorlog met de allies natuurlijk. Dus ze hebben oorlog met dit hele gebied. Jesus Christ. Ga toch maar even een crash pact met jou nemen. Ik denk dat dat wel even genoeg is voor de panzers, want niks 45, dat denk ik niet dat het echt nodig is. Ik denk dat het beter is om deze even te gebruiken. Hey, we zijn door de Maginot-linie gegaan. Of valt dan de rest op maar even aan. Ja hoor, we zijn er doorheen. Top. Komt toch een beetje progressie aan. Oh, België is kapot. Nice. Dat betekent heel wat goeds. En dan gaat Zwitserland. Jan voelt even wat sterker. Ik denk dat Frankrijk eindelijk valt. Ja, Frankrijk valt eindelijk. Dus dat betekent dat Italië niet te ver achter moet liggen, denk ik.
Sorinori. Uh-oh. Als ze doen een invasion op een plek waar ze geen fort voor hebben. Is een beetje dom. Torpedo bomber. Hebben die? Ja, die hebben we. Oh ja, graag. Even gebruiken, ja. Sure. Ah nee. Oh, ik schrok even. Jullie vallen daaraan. Jullie kunnen net zo goed hun wel even helpen. Vol op room. Zo. Hebben ze goed gedaan. Ik denk dat Italië's stak ook een keer kapot moet zijn, denk ik. Ik zet hier gewoon een fallback-linie neer. Gewoon de divisies die daar dan een beetje de boel een beetje in orde houden. Ah ja, we zijn ook eigenlijk een beetje over die vier heen. We mogen nu wel een beetje agressief gaan doen. Ik vind het eigenlijk wel een beetje top dat er nu eigenlijk weer een beetje progressie is. Zo. Holy fuck. Kijk, het was toch in 1943 dat dat gebeurde? 19 december, dus echt gewoon bijna 1944, kun je wel beter zeggen.
Ik denk dat ik ook maar eens even op die radiostation neer ga plempen ergens. Handig. Altijd hebben we nu ook een carrier. Nice. Kunnen we ook even wat vliegtuigen op gaan leggen, denk ik. We hebben al wat vliegtuigen. Oh, die torpedobombers. Die gaan er natuurlijk op. Aha. Hé, zo deed je toch weer wat, hè? Zullen we deze vliegtuigen misschien meer in Zuid-Frankrijk kunnen gaan gebruiken? Jullie zijn tijdbommers. Jullie Zuid-Italië gaan werken. Nou, jullie hier. Top. Oké, en dit is dan natuurlijk ook niet meer nodig. Je zit gewoon in Noord-Frankrijk. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.